In 1959 werd in het Hertog Jan Park in Waalwijk de Juliana-fontein gerealiseerd. En het zag er eventjes niet al te best uit voor de fontein, maar de toekomst die ziet er een stuk beter uit. En deze fontein, voor de mensen die daar niet bekend mee zijn, wat is het? De fontein is een echt oud stukje Waalwijk. Nog specifieker Bezooien, maar het is de enige fontein in heel Waalwijk. Dus het is, vinden wij in ieder geval, de stichting, verschrikkelijk belangrijk dat dat ding blijft bestaan. In 1959 is, zoals je zegt, de fontein gebouwd. Dat was het jaar dat koningin Juliana 50 werd. En dat is, voor zover wij hebben kunnen natrekken, de reden geweest waarom het Juliana-fontein is geworden. Het Waalwijks Belang, een groep, een club van Waalwijkse ondernemers, die hebben geld bij elkaar gebracht om daarmee een fontein te maken hier op het Hertog Jan Park. Daar hebben ze maar 3000 gulden voor bij elkaar geraapt en de rest heeft de gemeente Waalwijk bij gelapt. En die hebben uiteindelijk de fontein gebouwd zoals die er eigenlijk nu nog steeds uitziet. Vervolgens heeft hij jaren en jaren prima gewerkt. Maar toen, wat was er toen met de fontein aan de hand? De fontein die heeft ongeveer zo'n kleine 60 jaar gefunctioneerd. Alleen enkele jaren geleden bleek het systeem, het technische systeem, bleek totaal verouderd te zijn. Daar zijn in een bepaalde winter ook wat problemen geweest met vorst. Maar het systeem op zich was na 60 jaar echt verouderd. Dat betekende dat de fontein, het systeem, technische systeem, helemaal vernieuwd moest worden. Daarnaast bleek dat de bouwkundige bak van de fontein, dat die ook aan enorme slijtage onderhevig was. Dat betekent dat zowel het technische als het bouwkundige gedeelte van de fontein opgeknapt moesten worden. De gemeente had daar geen geld voor en is door een krantenartikel over het feit dat de gemeente geen financiën had om de fontein te repareren, te renoveren, is door dat krantenartikel wat daarover in de krant verschenen is, hebben een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en hebben een comité gevormd om de fontein te gaan redden. En waarom wou de gemeente de fontein niet renoveren? Ja, het was en is, was crisistijd. De gemeente had geen geld of geen geld over voor het renoveren van die fontein. Men vond ook, en met name wethouder Van Groos en het college vond, dat er eerst maar eens burgerinitiatief moest plaatsvinden. En op het moment dat dat gerealiseerd werd, dan zou men gaan kijken of zij daarbij konden aanhaken. Binnen het comité is een sponsorcommissie gevormd. En die sponsorcommissie is keihard aan het werk gegaan. En hebben het voor elkaar gekregen om binnen een maand of 7, 8... ongeveer de helft van het bedrag wat nodig is, was om dat bij elkaar te krijgen. Op dat moment zijn we teruggegaan naar het college van BMW. Met name naar wethouder Van Groos. En hebben wij dat op tafel gelegd. En toen heeft de gemeente gezegd, nou, als het blijkt dat de fontein en de renovatie van de fontein zo breed gedragen wordt in Waalwijk, dan willen wij niet achterblijven en willen wij ook ons steentje bijdragen om die fontein daadwerkelijk weer aan de spuiten te krijgen. En gaat de voortgang van de fontein nu goed? Ja, nou toen dat licht op groen stond, toen zijn we natuurlijk keihard als commissie aan de gang gegaan. Die commissie, dat was ondertussen, was die al omgevormd tot een officiële stichting. Maar we zijn als bestuur van die stichting dus keihard aan de gang gegaan om ons plan te realiseren. Het geld was er en we hadden veel kennis, we hebben veel kennis in die commissie. En zover zijn we nu. Dat we eigenlijk binnenkort de fontein kunnen gaan openen.